CBS heeft een schat aan statistische informatie beschikbaar op cbs.nl en in onze databank Stadlijn. Als u zelf onderzoek doet, is die informatie soms niet gedetailleerd genoeg. En in dat geval kan het werken met onze microdata een oplossing zijn. Microdata zijn anoniem gemaakte gegevens over personen, bedrijven en instellingen. Het grote voordeel is dat je ze kunt koppelen aan elkaar of aan je eigen dataset. En op die manier kun je met microdata dwarsverbanden onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld nagaan of personen die in de chemische industrie werken meer zorgkosten maken. Of waaraan jongeren die niet studeren of werken hun tijd besteden. Met microdata kun je onderzoeks- en beleidsvragen dus heel gericht en nauwkeurig beantwoorden. Werken met microdata kan in de CBS-vestigingen in Den Haag en Heerlen. En wat heel makkelijk is, is dat het ook vanaf uw eigen werkplek kan. Want met onze Remote Access-dienst kunt u in principe vanaf elke pc met de bestanden werken. Dat gebeurt in een beveiligde online omgeving. En dat gaat als volgt. De eerste stap is het installeren van een VPN, een Virtual Private Network, op je pc. Vervolgens log je via die VPN in op de Remote Access-omgeving. Dat doe je met een token. Dat is zo'n apparaatje dat een steeds wisselende toegangscode genereert. Vervolgens krijg je een sms'je met een tweede code. En als je die invoert, krijg je toegang tot de bestanden. Om met microdata te kunnen werken, moet uw organisatie een instellingsmachtiging hebben. En die geeft CBS op verzoek af aan organisaties die zich vooral bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. Bij het werken met microdata is een goede beveiliging ontzettend belangrijk. En daarom tekent u een geheimhoudingsverklaring voordat u ermee kunt werken. U garandeert daarin dat u geen informatie over individuele personen, bedrijven of instellingen naar buiten brengt. De uiteindelijke resultaten van uw onderzoek met CBS-data moet u wel openbaar maken, in een voor iedereen toegankelijke publicatie. Verder mag u alleen vanaf een beveiligd netwerk werken met microdata. En dus niet met een open wifi-netwerk in bijvoorbeeld de trein of een café. En u moet er ook voor zorgen dat er niemand kan meekijken. Natuurlijk begeleidt CBS u bij het doen van onderzoek met microdata. Voordat het onderzoek begint, doen we een intake waarin we samen kijken welke bestanden u nodig hebt om uw onderzoeksvraag te beantwoorden. En ook als het onderzoek loopt, staan we altijd stand-by voor hulp. Als er tussentijdse of eindresultaten zijn, dan doen we een check op onthullingen. We kijken dan of er geen informatie te herleiden is naar personen, bedrijven of instellingen. Voor het werken met de microdata van CBS betaalt u onze vergoeding. Wilt u daarover meer weten of heeft u andere vragen over microdata? Kijk dan op cbs.nl/microdata.